Okay. Peter van Dierme, even wat vragen aan jou over hetgeen wat afgelopen zaterdag is gebeurd en waar jullie als bestuur mee zijn bezig geweest. Ja. De stand van zaken zoals wij die nu weten is dat de 30 augustus een mondelinge zaak is. Zijn er al aanklachten binnen van de KNVB en zo ja, wat zijn die? De aanklacht is binnen. Het gaat om een verdenking van wat ze noemen excessief handelen. In combinatie met het betreden van het speelveld tijdens de wedstrijd. Dus het combinatie van de rode kaart die gegeven is, plus hetgeen wat daarna heeft voorgevallen richting de grensrechter van het arbitrale trio. Dat is gericht aan de trainer Jan Zoutman. Ja. Zijn er ook nog aanklachten richting de club IJsselmeervogels gedaan? Nou, in principe kan de club er ook in betrokken worden. Of dat logisch zou zijn, denk ik niet. Want meestal moet je dan te maken hebben met een tumult van een groep van mensen, spelers. En dat is natuurlijk in dit geval helemaal niet aan de orde. Dus ik verwacht niet dat de club daar een rol in speelt. Jullie zullen als bestuur ongetwijfeld ook gesproken hebben. Hè? Jullie hebben als bestuur ook een reactie geplaatst zaterdag. Waarin je afstand nam van de mening dat er een handgemeen zou zijn geweest. Ja. Staan jullie nog achter die verklaring? Nou, die verklaring was gedaan aan de hand van een verklaring die via de pers vanuit het arbitrale trio was gegeven. Dat er sprake zou zijn geweest van duwen met twee handen. Dus eigenlijk heel bewust, laten we zeggen, de grensrechter omduwend. En daar hebben we afstand van gedaan op dat moment. Omdat Jan Zoutman aangaf, en toch bij ons gevoel, we hebben vrij dicht opgezeten tijdens de wedstrijd, dat het contact niet zo heel veel geweest is. Hè? Dat was de eerste insteek, de indruk die we hadden. Moet ik wel zeggen dat de verklaring nauwelijks op de website staan. Of de beelden met TV West kwamen beschikbaar. En dan ziet het toch wel wat anders uit. En dan zie je dus ook wel dat die grensrechter niet laat vallen of zo. Hè? Dat hij gewoon echt onderuit gaat. En dan krijg je dus een andere kijk op de hele situatie. Zowel voor het bestuur als voor Jan Zoutman. Had je achteraf gezien niet beter kunnen zeggen tegen Jan Zoutman van hey, verdwijn even, laat je in ieder geval niet in de pers zien? Nou nee, we hebben wel aangegeven dat we als bestuur geen verklaring af zouden geven direct na de wedstrijd. Dat hebben we ook aan de pers gezegd. Maar Jan Zoutman achten wij oud en wijs genoeg om zijn eigen verklaring daarin te bepalen. Met name ook omdat hij toen geconfronteerd wordt met de vragen van de pers. In dit geval dus ook wat de scheidsrechters dan weer verklaard hebben. Dus in onze optiek moet je hem ook wel een mogelijkheid geven om daarop te kunnen reageren. En we vonden Jan en we vinden hem nog steeds natuurlijk ouderwijs genoeg om een reactie te geven, als hij dat wil. Wat betekent hetgeen wat Jan gedaan heeft voor zijn verhouding met de club IJsselmeervogels? Want daar zullen jullie ongetwijfeld over gesproken hebben. Ja, nou als club, natuurlijk Jan heeft de club geen goede dienst bewezen met deze actie. Dus laat dat helder zijn. We zijn als club ook absoluut niet blij en het erg ook wel teleurgesteld dat dit gebeurt. Aan de andere kant heeft Jan 2,5 jaar als een voorbeeldig boekbeeld van de club gefungeerd. We zijn als bestuur ook wel diep in de materie gedoken, direct eigenlijk van na de wedstrijd. Van nou, wat is nou precies gebeurd en met alle partijen hebben we gesproken en om de boel in kaart te brengen. Om gewoon ook een goede situatieschets te krijgen, want dit past niet bij Jan. Dit gebeurt niet zomaar. Dus daar moet er wel wat aan de hand zijn. Nou, en daar zijn we achteraan gegaan wat er nou precies de aanleiding is geweest. En ja, dat is dan ook natuurlijk de basis van de verklaringen die we als bestuur geven richting KNVB. Hebben jullie ook nog overwogen om Jan zelf te schorsen? De KNVB kwam gistermiddag vrij vlot met een voorlopige schorsing. Waren ze jullie voor? Nee, schorsing was bij ons niet aan de orde. De reden daarvoor is dat we niet denken en eigenlijk wel zeker weten dat er geen opzet in het spel is geweest om de grensrechter naar de grond te werken. Dus vanuit dat oogpunt zien we het gewoon als een fout die gemaakt is. Er zijn aanleidingen voor die fout. Die fout is niet goed te praten. Daar hebben we ook met Jan over gesproken, dat we dat ook zo vinden. Maar we gaan nu zomaar voorbij aan het feit dat Jan eigenlijk voor de trainersschilde tot nu toe altijd een voorbeeld is geweest van hoe hij zich moet gedragen. En we zien het echt van ons uitglijden. Hebben jullie ook al naar de toekomst gekeken? Verschillende scenario's doorgesproken met elkaar? Nou, alleen korte termijn. Je zag nu dat natuurlijk Johan de Man trainer is. En dat de keeperstrainer naast hem zat op de bank.
Nou, donderdagavond gaan we verder kijken. Want we weten nu dat er pas volgende week een mondelinge horing komt. Dus voor zaterdag is er nog geen oplossing, geen duidelijkheid. En donderdagavond wordt gekeken wat we met de bank gaan doen. En dan gaan we gewoon de uitspraak afwachten. En kijken wat we dan voor tegenovergesteld zijn. Stel je voor dat Jan wordt geschorst voor een half jaar of voor het hele seizoen. Wat gaat er dan gebeuren? Dat weten we nog niet. Geen idee. Nog niet over gesproken? Nee, we hebben niet over gesproken. Nee. Is het een idee om een vervangende trainer te zoeken dan? Wellicht, maar we gaan eerst maar eens gewoon kijken wat voor situatie er dan is op dat moment. Er zijn er verschillen tussen of er sprake is van een schorsing of een... dat hij buiten zijn functie wordt gezet. Laat ik het anders, dan moet ze een schorsing en een uitsluiting noemen ze dat. Met een uitsluiting mag hij alleen niet coachen, maar wel trainen. En bij een schorsing mag het geen van allen. Een schorsing kan zelfs zijn dat hij zelfs niet op de accommodatie mag komen. Dus er zijn heel veel varianten mogelijk. En het heeft geen enkele zin om nu allerlei scenario's te gaan doen. Kijk, laat helder zijn. Op de eerste plek komt de club en de selectie. En dan komt vervolgens de trainer. Vanuit dat belang moeten we kijken. Dus voor nu is er nog geen enkele aanleiding om wat voor scenario's dan ook uit te gaan werken. Volgende week is dan de hoorzitting, om het zo maar te noemen. Daar zal Jan aanwezig zijn. Wie is daar namens IJsselmeer volgens bij? Dat weten we nog niet. Er moeten nou verklaringen ingediend worden. Dat moet voor een bepaalde tijd morgen gebeuren. En aan de hand van die verklaringen gaat de terugcommissie mensen uitnodigen. Dus wie daar precies opgeroepen worden, weten wij nog niet. Jullie hebben contact gehad met de betreffende grensrechter. Hoe is dat contact geweest? Gaat dat nog een bepaalde rol spelen? Ja, dat contact is heel goed geweest. Ik heb persoonlijk contact gehad met hem de zaterdagavond na de wedstrijd. Met name ook richting de uitlatingen die gedaan waren over dat hij misschien een fopduik had gemaakt of iets dergelijks. Nou, dat hebben we ook heel snel, zeker als zien van de beelden, ook dat richting hem aangeven. Nou, er is absoluut geen enkele reden voor om dat te zeggen. Er is geen sprake van. En ook naar hem toe excuses aangeboden dat het gebeurd is. Anderzijds heeft Jan ook contact met hem gehad. En, om dat door te spreken wat er allemaal gebeurd is. En dat gesprek is goed verlopen. Wat zijn nou eigenlijk jullie verwachtingen van die hoorzitting volgende week? Waar rekenen jullie op? Ja, dat is altijd heel moeilijk. We hebben natuurlijk nu een beetje de reglementen zitten bestuderen van hoe het nou precies zit. Het ligt er een beetje aan of het bij een excessief gedrag blijft of niet. En wat ons betreft... moet dat van tafel. Hè? Die beschuldiging dat het excessief gedrag is geweest. Zij kunnen een soort gewelddadig handelen. Zij meenen dat dat niet aan de orde is. En dat het hoogstens een ongeluk is. Wat zich heeft voorgevallen met geen enkele intentie of opzet. Dus als dat niet van tafel komt, dan kan het heel zwaar worden. Ik had het wel van tafel, dan wordt de straf een stuk lichter. Oké, Peter, dankjewel. Graag gedaan.